In 1993 en vooral in 1995 gaat het bijna mis in ons rivierengebied. Het water in de rivieren staat zo hoog dat de vrees groeit dat de dijken zullen bezwijken. Eind januari 1995 worden uit voorzorg dan ook 250.000 mensen en 1 miljoen dieren geëvacueerd. Het gaat net goed. Maar in Limburg overstromen de onbedijkte dorpen Borgharen en Itteren. Deze bijna rampen zorgen voor een omslag in ons waterbeheer. In plaats van onze rivieren in te klemmen tussen steeds hogere dijken, geven we ze, waar het kan, meer ruimte om overtollig water veilig af te voeren naar de Noordzee en het IJsselmeer. We bewegen met het water mee, in plaats van er alleen maar tegen te strijden. Zo hebben we dijken verder landinwaarts gelegd. Ook hebben we watergeulen gegraven en uiterwaarden verlaagd die bij hoogwater veilig kunnen vollopen. Allemaal maatregelen met grote impact op de ruimtelijke inrichting van het rivierenlandschap. Langs de Maas, Waal, Nederrijn, Lek en IJssel. Maatregelen die ook alleen maar mogelijk zijn geweest dankzij intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, marktpartijen en vooral ook de bewoners langs deze rivieren. Met als resultaat een veiliger rivierengebied dat bovendien aantrekkelijk is voor mens en dier. Het geven van ruimte aan onze rivieren heeft veel kennis en ervaring opgeleverd. Kennis en ervaring die ons helpen om Nederland en ook andere delta's in de wereld zo goed mogelijk te beschermen tegen overstromingen.